Wat is je favoriete karaktereigenschap? Ik hoop dat ze zeggen dat ik kan luisteren. Dat hoop ik toch echt wel. Maar dat er ook altijd ruimte is voor relativering en een lach en een grap. Dat hoop ik, dat mensen dat zullen zeggen. Dat zou ik ook wel best favoriet vinden als mensen dat zeggen trouwens. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Ik wil altijd overal de beste in zijn. Dat is een hele irritante eigenschap. Dat is wel iets waar ik al mijn hele leven probeer om daar wat relaxter mee om te gaan. Dus dat vind ik wel een vorm van tekortkoming waar ik langzaamaan beter mijn weg in heb gevonden als tekortkoming. Wat is je favoriete bezigheid? Een beetje voor me uitstaren, ergens zijn en niks hoeven en daar ook helemaal oké mee zijn. Staren naar uitzicht, dat is mijn favoriete bezigheid. Hoe wil je sterven? Ja, dat weet ik wel. Ik stel me voor dat als ik dood, de dag dat ik dood ga, dat ik mijn allerbeste vrienden en geliefden heb gezien en dat ik daarmee heb gegeten en dat we gepraat hebben en dat we gelachen hebben en dat we ontzettend genoten hebben van elkaars gezelschap. En dat ik dan zeg, ik ben een beetje moe. Ik ga even zitten. En dan ga ik in een stoel zitten, zoiets als dit, of misschien nog iets luxueuzer. En dan doe ik mijn ogen dicht. En dan is het voorbij. Dat is mijn favoriete. Dat is mijn favoriete sterven. Als ik mag kiezen. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Ik kan wel een passage noemen waar ik ongelooflijk blij mee ben. Misschien omdat het voor mij in essentie de thematiek van het boek onthult. En dat is de passage waarin mijn hoofdpersoon Simon naar boven rijdt vanuit Jasper in de Canadian Rockies naar een meer toe. En op weg naar boven rijdend langzaam ineens een wapitibok de weg oversteekt. En die bok die blijft staan en die kijkt hem minutenlang aan. En die scène is voor mij, denk ik, vind ik zelf een van de mooiste scènes uit het boek. En verwijst overigens naar de thematiek en ook naar de omslag. Daar komt die wapitibok ook terug. Waarom wilde je dit boek schrijven? Uiteindelijk, als ik terugkijk, heb ik het geschreven in de thematiek van verdwijnen naar verschijnen. Om weer in mijn eigen schrijverschap, te kunnen stappen. Dat was bij het schrijven van dit boek zo noodzakelijk dat ik daar echt weer in ging staan en dat ook weer naar me toe trok en dat ook weer opeiste. Dus dat is wat het boek me uiteindelijk gebracht heeft. Dus achteraf gezien is dat de reden waarom ik het moest schrijven. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Omdat ik geloof dat als ze het uit hebben of als ze erbij blijven, dat ze zelf zich ook kunnen gaan verhouden tot de thematiek. De thematiek van verdwijnen naar verschijnen. Hoezeer ben je eigenlijk nog in je eigen leven aanwezig? Of leef je eigenlijk een leven in de zijlijn van je eigen leven? Sta je een beetje aan de zijlijn, aan de rafelranden van je eigen leven? En ik hoop heel erg dat mensen, als ze dit boek lezen, dat kunnen voelen dat je daar soms terechtkomt. En dat als je daar staat, dat je weliswaar leeft en van alles kan vinden en overal een mening over kan hebben, maar dat het er eigenlijk allemaal niet zoveel toe doet. Dus als ik zou zeggen, waarom wil je dat mensen jouw boek lezen, dan is het denk ik vooral om te ontdekken dat we ertoe doen. Wat voor gevoel mijn boek geeft als ik het in mijn handen heb. Ik word er steeds heel erg blij van. Ik ben ontzettend blij met de omslag. De foto die ik zelf heb gevonden. En ik heb steeds het gevoel als ik het boek heb dat ik het wil geven. Dus van lezer naar lezer wil geven. Dus het voelt ook wel als een geschenk.